welkom in Nederland. Kan ik misschien een tulp aanbieden? Nou, dat kan wel. Ja? Dankjewel. Met de actie Verras de Gast laat Schiphol zien dat ze gastvrijheid hoog in het vaandel heeft. Op 15 februari trok een aantal medewerkers van de luchthaven erop uit om een speciaal gebaar te maken naar de passagier. Gastvrijheid is de kunst om het mensen naar hun zin te maken. Het benadrukt dat het ook niet iets is wat je zomaar eventjes leert of zo. Het zit voor een deel in je, maar door het vaak te doen, en dat is waar we vandaag hier ook voor zijn, ja, gaat het steeds meer ontstaan. En we zeggen, we zijn eigenlijk al een hele gastvrije luchthaven, maar we vinden dat het nog net een stukje meer kan. Nou, dus om de mensen aangenaam te verrassen. Nou, wat enig. En dat is toch leuk als je hier in Nederland aankomt en je krijgt meteen een tulp. Ja. Hoe gastvrij ik mezelf vind? Heel gastvrij. Helemaal. Het is natuurlijk makkelijker om heel gastvrij te zijn als je iets in je handen hebt, hè, wat je kunt weggeven. Want dan krijg je meteen dat leuke contact. Can I give you a tulp? Thank you. Yes? Enjoy the day. Bye. Thank you. Ik merk wel dat je niet zo snel op mensen afstapt, normaal. En dit maakt het wel iets makkelijker om mensen echt te verrassen met de tulp dan. Of een ander, een kaartje. Kan ik u een tulp aanbieden? Ja, goeie reis, schat. Ja, prima. Ja? Ja. Oké. Okay. Fijn, dankjewel. Nou, heel leuk natuurlijk. Ja, je voelt je wel welkom. Wat vind je van de gastvrijheid op Schiphol? Nou, ik vind het prima. Ik heb eigenlijk alleen maar vriendelijke mensen gehad. En ik heb nooit problemen gehad en vriendelijke mensen, goede service, dus ja, geen enkel probleem, helemaal goed. Eigenlijk zeggen we, als iemand van een reis terugkomt en hij denkt terug aan Schiphol, dan zie je dat ze zich de gewone dingen niet zo herinneren. Maar de dingen die net iets slechter waren of net iets beter, ja, dat herinneren ze zich en dat gaan ze doorvertellen. Dus we hebben gezegd, als we nou net al het personeel, dus niet alleen van Schiphol Groep, maar ook van alle partijen waarmee we samenwerken, kunnen triggeren, ook omdat ze het leuk vinden, dat ze af en toe net even iets meer doen voor een passagier, ja, dat gaan mensen onthouden. And have a nice day in Holland. Thank you. You're welcome.